Bart zit bij de vrijwillige brandweer in Wognum. Voor hem was de stap naar burger-AED'er daarom vanzelfsprekend. Een jaar geleden had hij zijn eerste reanimatie. Ja, midden in de nacht. Het was hartstikke donker. En eigenlijk fietste ik er voorbij, want het huisnummer was niet goed zichtbaar. Ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer. En dat, ik realiseerde me ook gelijk van, hey, dan ben ik ook de enige. Want als ik er al voorbij fiets, dan is er verder nog niemand. En dat bleek ook zo te zijn. Van de 15 opgeroepen burgerhulpverleners was Bart als enige ter plaatse voordat de ambulance kwam. Het was niet heel spannend, maar vooral daarna. Dat ik dacht, jeetje, ik was alleen. Waar is iedereen? Waarom? De politie was gelukkig heel snel na mij ter plaatse met de AED en een beademingskapje. Maar ja, de eerste 2-3 minuten ben je zelf bezig, helemaal alleen. Exacte cijfers hebben we daar niet van, maar de ervaringen op de meldkamer blijken inderdaad dat er 's nachts een lagere opkomst is van burgerhulpverleners ten opzichte van overdag. En waar komt dat door? Ja, dat weten we niet zeker, maar wij denken dat het komt omdat mensen bijvoorbeeld 's nachts hun telefoon niet naast hun bed hebben en daarom de oproep niet horen. Of het kan ook zo zijn dat mensen in de nacht minder in de gelegenheid zijn om van huis weg te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze zorg hebben voor hun kinderen en die niet alleen thuis kunnen laten. Behalve in Noord-Holland-Noord speelt dit ook in de regio Amsterdam-Amsteland. Vermoedelijk ook daarbuiten, maar de veiligheidsregio's Kennemerland en Gooi- en Vechtstreek hebben daar geen duidelijk beeld van. Bart hoopt in ieder geval anderen te motiveren om 's nachts ook uit bed te stappen voor een oproep. Ja, wat voor gevoel geeft het jou als jij iemand kan helpen? Een heel goed gevoel, ja. Ja, soms redden ze het niet, maar het is wel gewoon een heel mooi gevoel dat je iemand kan helpen en dat je er voor iemand kan zijn.